Hi Ian, welkom bij Pauls Model Train Stuff. Heel lang geleden had ik een DE13 Shortlines. Die zag er niet uit. En toen heb ik al gezegd, als ik er nog een tegenkom voor een beetje goede prijs, dan neem ik hem mee. Die heb ik gevonden. Alleen deze heeft een probleempje. Zijn verlichting doet het maar aan één kant. Alle onderdelen zitten hier nog niet op. Die zitten allemaal in de doos. Samen met de wagons is het een complete set. Maar ja, die verlichting is wel een dingetje. Dus ik ben benieuwd. Ik vermoed dat hier gloeilampen in zitten. En nou ga ik eens even kijken hoe deze open gaat. Heb ik hier nog een tandenstoker liggen? Ja. Kom. Hier is de kap. Zo. Dit model is een volledig analoog model. Niet digitaal voorbereid of iets dergelijks. Ga ik dus ook niet aan beginnen vandaag. Zo, even kijken. Ja. Deze kant op brandt de lamp. De andere kant op niet en de lamp lijkt wel rokerig. Nu kan ik twee dingen doen. Ik heb hier denk ik een goede lamp. Een simpele gloeilamp. Ik denk dat. Ja, die gaat er vrij makkelijk uit. Dit is zo goed als dezelfde. Ik zie in de oude lamp dat zelfs de behuizing. Het glas is geschuurd. Daar, ik zou dus een gloeilamp erin kunnen zetten. Wat op zich niet zo heel moeilijk is. Maar ik ben wel benieuwd. Kijk, ik doe vrij veel met LED's. En LED en analoog, dat is een wat moeilijkere combinatie. Kom, eens een kabeltje hier. Waarbij gloeilampen langzaam opgloeien en met weinig stroom nog steeds wat licht kunnen geven. Heeft een LED-lamp dat die. In een vrij specifieke range zit dat hij werkt. Als die range, als hij niet in die range zit, dan geeft hij geen licht. Nu zit met analoog dat je geen constante stroom hebt. Afhankelijk van hoeveel stroom op de baan staat, hoe harder of zachter die gaat rijden. Dus als je een gloeilamp erin zet, heb je dat als je zachter rijdt, dat het licht wat minder fel is. Als je harder gaat rijden, is dat feller. Bij een LED heb je dat die zachter rijdt, dat je geen licht ziet. En als je hard rijdt, dat je lamp doorbrandt. Dus daar moet je een weerstand voor op tussenin zetten. Nu heb ik wat opgezocht. Zo'n baan heeft meestal een voltage van maximum van 18 volt. Dus als je op als je hem op maximum snelheid hebt, heb je 18 volt die door je LED heen gaat. Zo'n LED mag 3 volt hebben, in ieder geval een witte. Dus met een rekensommetje, hij zal 20 mA gebruiken, kom je uit op 700, 800 ohm aan weerstand wat je nodig hebt. En dit is een weerstand van 820 ohm. Nou, ik zal hem eens opzetten. Ik weet vrij zeker dat dit de binnenste de pluspool is. En hieronder zit een diode. En die diode die zorgt ervoor dat de stroom de goede kant op loopt bij gloeilampen. En LED's zijn zelf diodes, dus ik zou die diode kunnen vervangen door een draadbrug.
Het is hemelvaart, dus het is lekker druk in de gang hier. Of hemelvaart, het is Pinksteren, joh. Het is Pinksteren, tweede Pinksterdag, lopen mensen hier de hele tijd op en neer. Dus het kan voor wat ruis zorgen. Zo. Pluspol, weerstandje, LED, minpol. Ik denk dat de polariteit toch andersom zit. Jij eraf. Zo, pluspol ledlamp of minpol weerstand ledlamp. In ieder geval. Dit is de ledlamp op vol vermogen. En als hij zachtjes rijdt geeft hij een beetje licht, maar als je naar de andere kant kijkt zie je dat de curve, de helderheidscurve van de gloeilamp ongeveer vergelijkbaar is. Nu om dit ding erin te krijgen, even zien. Goed, ik heb er even een krimpkous omheen gedaan zodat hij geen kortsluiting maakt. En hij doet het nog. Het lawaai wat je hoort is van de verwarming van de krimpkous, de hete luchtinstallatie. Het zal zo wel weer rustig worden. Ik ga nu de kap overheen doen. De kap wil niet. Waarom wil de kap niet? Zo, kapper wil nu wel. Eens kijken. Ja, hoe ga ik dit laten zien? Hier een heel klein puntje licht te zien. En als ik de andere kant op rij niet. Dus dit, in principe kun je dus een gloeilamp, willekeurige gloeilamp, makkelijk vervangen met een warmwitte led. Ik heb nu een warmwitte led gebruikt met een vlakke bovenkant en een weerstand. Als je geavanceerder wil doen, heb ik een keer een filmpje gemaakt. Dan kun je een stroomregelaar gebruiken die pakt welke stroom dat er dan ook binnenkomt en zet hem om naar 5 volt. De stroom die er binnenkomt moet wel meer dan 5 volt zijn. En je zet eigenlijk de resterende stroom om in warmte en doet dat onafhankelijk van de gebruikte stroom. Als er veel stroom gebruikt wordt, wordt dat ding alleen maar warmer. En met een weerstand zoals dit heb je dat. Als je hier een andere led in zou zetten die meer vermogen zou verbruiken, dan zou je in principe niet kunnen kijken dat die weerstand te laag wordt. Maar ik heb gemerkt, de stroomregelaar is leuk, maar dit is een veel eenvoudiger te maken circuitje, weerstand in lijn met led. Ik ben klaar.
En mocht je nou later denken, ik ga toch digitaal, als je die 820 ohm kiest, dan ben je ook meteen voorbereid. Want als ik me niet vergis, is het rond de 15, 16 volt wat er uit zo'n decoder komt. En ook daarmee doen deze lampen het hartstikke goed. Misschien dat je dan iets minder fel wil hebben en dan zou je eraan kunnen denken. Dan zou je er iets lagere weerstand in kunnen zetten. Maar ik gebruik meestal deze, daarom zijn ze nu ook op. En moet ik gaan bijbestellen. Dus tot zover. Dit was Pulse Model Train Stuff. En tot een volgende keer.